Amy en Marino, zij bevinden zich nog steeds in de feestelijke binnenstad van Breda. Hij wil even de groetjes doen naar zijn moeder. Mama en papa natuurlijk, ik hou van je. Een winkelwagen gebruiken als wandelwagen. Het is creatief bedacht, maar niet echt de bedoeling. Amy en Marino grijpen in. Ik ga er niet in zitten. Ja, allerlei dames zaten erin en waren ermee aan het spelen. Ja, dan mag niet. Ik weet niet of gekke dingen doen met die wagen. Amy en Marino hebben geen idee hoe de dames eraan zijn gekomen, maar hij moet uit het feestgedruis en dus wordt hij bij een fietsstalplek in een rustige straat neergezet. Amy en Marino gaan weer terug naar het horecagebied als cameratoezicht hen wijst op twee wildplassers. Identiteitskaart ermee. Ja, die heb ik, maar ik was nog niet aan het plassen. Ja, we hebben het gezien, hè? Ik was bijna bezig, maar nog niet gedaan. Ja, het staat allemaal in beeld, jongen. Dus, Oké, dan kan je het zien. Ja, alles is gezien, dus hebben we mij niet identiteitsbewijs. Ja, ik ben hem aan het pakken. De dronken jongens maken weinig aanstalten om mee te werken. Ja. Je kan hem ook gewoon normaal geven. Nee, maar... Nee, ik weet dat je vervelend wil gaan doen, maar dan moet je vooral niet gaan... Dat wil ik heel graag, ja. Ja, maar dan moet je vooral niet gaan doen. Ja, en dan? Als je zo doorgaat, dan ga je andere... Moet ik dan in de boeien geslagen? Dan komen er wel andere consequenties. Ik zou je wel even gaan gedragen. Je moet je wel even gaan gedragen, is duidelijk? Ja, heel duidelijk, ja. En er zijn ook wat ramptoeristen die wel in zijn voor wat rottigheid. Op tv! Hey, op tv! Even daar gaan staan. Hier, deze jongen, verschrikkelijk. Wij veilig ons werk. Ja, nee, kom goed. Ik heb het door. Leuk! Deze personen werden een beetje vervelend, maar we zien ook vaak dat dat te maken heeft met de omgeving. Er kwamen nu ook steeds meer mensen bij die ook aan de buitenkant vervelend begonnen te doen. Waardoor dat het eigenlijk elkaar alleen maar oplust. Waardoor het aan beide kanten vervelend wordt. En daarom is het ook heel belangrijk om de samenwerking te hebben in de afscherming en de mensen die daadwerkelijk de bekeuring uitschrijven. En nou ja, die was gewoon goed. Nee, ik vraag je om verder te lopen. En ik denk dat ik heel duidelijk ben, dus ik wil nu dat je verder loopt. Moet je nog gebruik maken van een advocaat of niet? Ja, absoluut. Ja. Dat betekent wel dat je nu mee moet naar het politiebureau. Alles is op je eigen kosten. En het kan ook zijn dat je makkelijk tot morgenochtend op bureau zit. Want eerder dat de advocaat komt, dat is niet meer voor 12 uur. Jij vindt het gewoon leuk om dit te doen. Wil je er gebruik van maken of niet? Ik vind het leuk om politie, om boetes uit te delen. Kan ik hieruit opmaken dat je geen gebruik van wil maken? Nee, alsjeblieft niet. Haal jij de vergoeding uit om mensen boetes uit te delen met carnaval? Met klunen dan, haal je heel veel doening uit. Het is meer, jij kiest zelf ervoor om te gaan wildplassen. Dus jij eigen... Maar je wilt het weten toch? Ja, dat is toch een antwoord van ja of nee? Ik doe mijn werk, jij besluit om wild te plassen en jij bent degene die ik nu aantref. En het kan ook iemand anders zijn. Ik ben bijna klaar. We hadden ze bekeurd voor het wildplassen. Je kon zien dat ze aardig aangeschoten waren. Die ene jongen was best vervelend, vandaar dat het mijn toon naar die jongen ook iets anders was dan ik normaal zou doen. Van ja, heel even snel. Je krijgt van mij een bekeuring voor het wildplassen, 140 euro plus 9 administratiekosten. Binnen 4 tot 6 weken aan thuis gestuurd. Als je niet bij eens bent, kan je me zwaar aan. Dat ga ik zeker doen. Ja? Alsjeblieft. En doe het alsjeblieft niet meer. Ja, natuurlijk wel. Ja? Nou, dan zien we je vanavond weer terug. Ja, prima. Ja? Maakt mij niet uit. Goed. Wat genoeg, jongen. Yes. Nou, gelukkig maar. Ik heb een geld op mijn rug. Ja, gelukkig maar. Misschien jullie niet. Omdat jullie aan het werk zijn met handhaving. Maar ik heb een geld op mijn rug. Maar nu mag je je weg vervolgen. De beschonken wildplassers hebben weinig waardering voor het werk van Amy en Marino, maar dat geldt gelukkig niet voor iedereen. Ik wil gewoon even zeggen dat het goed is wat jullie doen vandaag. Ja? Vind ik heel goed. Ja? Gewoon zo doorgaan. Dankjewel. Nou, kijk. Een hele fijne avond. Top. Ja, kom goed. Dankjewel. Eindigt de dienst toch nog positief. Tot volgende week.